binnenkomt. Ga allemaal staan en geef hem een groot applaus. Hier is prins Thomas de Vierensteun. Staan te gebeuren, dan weet ik zeker dat het vandaag een hele leuke, gezellige middag wordt. Ik ga er direct ook van genieten en straks mag ik samen met mijn dansmarietjes ook nog optreden. Brakke, heel veel plezier! Deze middag zou natuurlijk niet mogelijk zijn geweest zonder de sponsors. Daily XL en Johan van Wijmeren Timmerwerken. Geef ze een hartelijk applaus. Oké, dan gaan we nu de eerste artiest aankondigen. Ga allemaal staan en zet een brede glimlach op, want dit is de eerste brakletser, Jaap Rutte. Buurtsuper noemen ze mijn naam. Ja, en ik buurt er wel af ook niet een buurtsuper met mij. Dus nu kan ik wel mijn echte buurtsuper noemen. Komt er last een ventje bij mij in die winkel, zei dat ze op school aan het opscheppen waren over jullie vaders. Zijn vriendje had gezegd, mijn vader is generaal, iedereen zegt het tegen hem. Nou had zijn andere vriendje toen gezegd, mijn vader is minister, iedereen zegt excellentie tegen hem. Toen had dat jochie gezegd, mijn vader weegt 300 kilo. Als iemand hem ziet, roept diegene grote God. Een paar weken later was kermis op de beek. Ik ben er niet in geweest hoor.
maar ik heb er wel een deel van meegekregen. Het was op een avond dat pas het schakelaar bij mij in de winkel was. Op de kermis waren toen de rellen uitgebroken. Dus er komt zo'n hele groep mensen voor me in de winkel en ze beginnen in één keer te vechten. Ja, dus ik denk bij mijn eigen, ik hou me mooi buiten. Maar die impastor, die begint dan opeens in een kruis op het raam te tikken. En hij blijft maar doortikken. Dus twee van die vechtende gasten kijken op en zeggen, wilde je nou allemaal van ons? Ja, dat vroeg ik me natuurlijk ook af. Roept die impastor, schud hem in zijn kruis! Ja, dat was wel een beetje raar. Ik heb trouwens van meer rare klanten. Komt er last een om een vork? Ja, dus ik geef die een vork. Een paar minuten later komt er weer een man binnen van, geef me toch zo'n vork. Dus ja, ik geef die man weer een vork. Komt er weer even later een man binnen om een rietje. Ik zeg, waarom wilde jij nou in één keer een rietje en geen vork? Nou zit hier man, er heeft iemand op de stoep gekost en de grottenstukken zijn er al uit. Alleen, hebben jullie ook dat slechte weer van toen meegemaakt? Nou, ik wel hoor. En kennelijk België ook. Er was een stroomuitgevallen in een groot warenhuis. 7 Belgen, 3 uur vastgezeten op de roltrap. Ja, dus België is snel een telegram naar Nederland gestuurd natuurlijk. Nu is het wel leuk om te weten hoe we zo'n telegram versturen. Tot aan de grens met de tamtam en in Nederland met mosseltekens. Weten jullie trouwens al dat Hans Kazan dood is? Hij is overreden door een tovertruc. Tja, er zijn de laatste tijd wel missterren gevallen. Kijk maar naar die mus bij Domino Day. De laatste wat hij zelfs Domino. Maar, nu is er nog zoiets gebeurd. Met een eekhoorntje. Dat eekhoorntje loopt toch een of andere plaats in Nederland. Komt hij een brug tegen? Vul die een brug staat een bocht mee. Eekhoorntjes kunnen alleen per 1 over de brug. Anders stort hij in. Ja. Dus dat eekhoorntje denkt bij zichzelf, ik ben alleen. En hij steekt die brug over. Hij is op het midden van die brug. En die brug stort in. Dus ja, hoe kon dat nou hè? De geleerden stonden voor een raadsel, maar het is heel simpel. Een gewaarschuwd eekhoorntje telt voor 2. Ja, soms hè, begrijpen wij dieren heel slecht. Ik persoonlijk begrijp dieren heel goed. Ik weet waarom een hond tegen een polsbode blaft. Omdat hij een pols krijgt. En omdat ik dieren zo goed begrijp, kwam laatst een vis, een vogel en een krokodil bij mij in de winkel bespreken als ze mee vakantie gingen doen. Vraagt hij een vis en die een vogel, gaat hij mee vakantie? Nou zit hier een vogel. Ik ken vliegen, mijn ouders kennen vliegen, mijn broer kan vliegen, wij gaan op vliegvakantie. En jij? Nou zit hier vis. Ik ken zwemmen, mijn ouders kennen zwemmen, mijn broer kan zwemmen, wij gaan op zwemvakantie. Vragen die een vis en die een vogel aan een krokodil. Hoe ga ik uit mijn vakantie? Nou zit hier een krokodil. Ik heb een grote bek, mijn ouders hebben een grote bek, mijn zus hebben een grote bek, dus we gaan naar Duitsland. Set in de etalage staan. Voor 2000 euro. Beetje voor Sinterklaas zo. Komt er zo'n vent aan voor die home cinema set te kopen. Maar hij heeft maar 1999 euro. Dus hij kan hem niet kopen. Hij loopt naar buiten. Ziet die vrouw de bronkostenwinkel op schaal lopen. Dus hij denkt, ik vraag haar om een euro. Dus hij loopt naar vrouw de bronkostenwinkel en vraagt, heb jij een euro voor mij? Ik kan die home cinema set daar kopen. Dus vrouw de bronkost geeft hem 2 euro. Zegt die man, waarom geeft u mij nou 2 euro en niet 1? Nou zegt vrouw Bronkhorst, kunnen ze voor mij ook inkopen. Ja, dus die cinema set, die was ik kwijt.
Toen kwam ik op het idee om een leugendetector in de etalage te zetten. Dus ja, komen er een Bekenaar, een Bredaalse en een Belg bij mij om die leugendetector te kopen. Ze zeiden, wie de meeste pilsjes op kan, mag hem hebben. Zei die in Bredenaar, denk dat ik al 30 pilsjes op kan. Maar het ding begint te piepen. Zegt die in Bekenaar, ik denk dat ik al 45 pilsjes op kan. Begint dat ding weer te piepen. Zei die in Belg, ik denk, piep, piep, piep. Laatst ging een vriend van mij in een flat wonen. Hij wonderde nog geen dag of hij hoorde iemand gillen. Hij dacht dat er een moord was gepleegd, dus hij ging naar zijn balkon. Nee hoor, geen balkon. Ja, dus hij natuurlijk het ziekenhuis in, hè. Een paar weken later, toen hij bitter was, kon ik hem komen halen. Dus ik rijd hem rustig over de weg in mijn auto. Botst een Belg tegen me aan. We stappen uit en die Belg die staat er allemaal zenuwachtig te doen en zenuwachtig te doen. Ik werd er zelf ook gewoon zenuwachtig van. Dus ja, ik haal een fles whisky uit mijn zak en geef hem aan die Belg. Die Belg pakt hem aan en neemt er een paar slokken uit en geeft die fles whisky weer terug. Ik steek hem in mijn zak. Zei die Belg, waarom neem jij nou zelf niks? Zei ik, ik wacht liever tot de politie is geweest. Nou, ik ga er maar zo'n eind aan breien. Ik denk dat er een lange rij bij de kassa staat te wachten. Dus houdoe. Ze doen het liedje Er staat een paard in de gang. Geef ze een groot applaus. Thank you.
misschien de ruimte voor een paar 2 meter lang. Je kan hem komen halen bij mijn buurvrouw uit de gang. Yes.
Wie is de prins? Jimmy Misser. Met de voetbal mist hij er wel eens één, maar het is fout. Jimmy Lissers? Jammer, het is fout. Jimmy Vissers! Dat is goed. Yes. Hoeveel dagen is het piepersbal? 1 dag. Dat is fout. 3 dagen. Jammer genoeg is het weer fout. 4 dagen. Dat is goed. Hoe hoog mogen de wapens in de grote optocht zijn? 1 meter. Fout. Volgens mijn berekeningen 11 meter. Dat is ook fout. Verkeerde berekeningen. Is het 11 meter? Dat is goed. Volgens mij is het gelijkspel. Dat klopt. Het is gelijkspel. En de prijs is een vriendenband. Thank you.
Maar je kunt wel zien dat wij geen één eigen tweeling zijn. Want we lijken helemaal niet op elkaar. In de verste verte niet. Ik lijk veel kleiner, ik lijk veel jonger en ik ben veel knapper. Maar onze Jimmy is wel iets slimmer dan ik. Ze noemen hem daarom ook vaak geen Jimmy, maar Slimmy. En nou denkt hij dat hij ons mee carnaval hier in Boemeldonk is goed uit ons dak kan laten gaan. Ons gewoon is goed uit een band kan laten springen. Nou, ik moet nog maar zien wat hij ervan terecht gaat brengen. Want hoe kan onze Jimmy nou het goede voorbeeld geven als hij zelf nooit echt uit een band is gesprongen? Hij was vroeger gewoon saai. Als kind deed ik altijd gewoon waar ik zin in had. Trok me nergens wat van aan. Ik ben wel eens een keer door de badmeester uit zwembad gestuurd. Dat ik in het water had geplast. Ach, zei Jans moeder, dat doet iedereen toch wel eens? Ja, zei ik, maar niet van een hoge duikplank. Ik ben ook wel eens een keer met ons vader en ons moeder naar Amsterdam geweest. En daar hebben we toen zo'n mooie fietstocht gemaakt. Wordt er zonder treinbestuurder toen een partij boos op mij, omdat ik te langzaam voor hem uitreed? Riep die kwaad, kun jij niet van die rails af? Ik wel, zei ik, maar jij lekker niet. En onze Slimmy ging nooit mee, hè. Zat altijd achter een nieuwe computer, met zo'n strak spenstkaam. Kende dat? Sprong nooit eens uit een band. Maar hij had wel veel uitvindingen gedaan, onze Slimmy. Gekookte eieren bijvoorbeeld. Hij gaf de kip gewoon kokend water te drinken. Of een stuur op een fiets, had hij ook uitgevonden. Hoefde een bel niet meer vast te houden. Onze Slimmy was dus vroeger eigenlijk een soort kruising tussen een computernerd en een kakkertje. Maar daar wonnen er hier wel meer van nog in Boemeldonk. Maar het gekke was dat hij ook nog een echte charmeur was. Alle mesjes vielen op hem. Nou zegt dat trouwens meer over die mesjes hier in Boemeldonk dan over onze Jimmy, maar toch. Als kind sprong onze Jimmy dus nooit echt uit de band. Maar toen hij wat ouder was, ging hij toch wel wat gek doen. En als hij dan een keertje in een gezellige bui was en wat gedronken had, hing zijn hemd altijd uit zijn broek, onder dat spenstje vandaan, hè. En op een gegeven moment kwam dat hemd er toch vaak onderuit. Weet jullie trouwens bij welke carnavalsclub onze Jimmy had gezeten? Bij de platonische woudvlinders. Ik heb geen idee wat platonisch betekent of wat woudvlinders zijn, maar volgens mij zijn het gewoon vleermuizen. Overdag hangen ze maar wat te hangen en s'avonds flappen ze het hele dorp rond en laten het rijken goed vollopen. Zegt een ene vleermuis tegen een andere, ik heb honger, ik ga wat bloed zuigen. Even later komt hij terug met allemaal bloed rondom zijn mond, vraagt een andere vleermuis, hoe hebben ze dat zo snel voor elkaar gekregen? Nou, zie je die lantaarnpaal daar? Ja, ik zou hem dus niet. Even later loopt er een smurf tegen diezelfde lantaarnpaal aan. Denkt hij, oh nee, weer een blauwe plek. Over blauw gesproken. Het is blauw en het weegt niet veel. Weten jullie wat dat is? Precies, lichtblauw. Maar even terug naar onze Jimmy, want hij sprong onverwachts uit een band. Hij ging weg bij de platonische woudvlinders en ging eens een eentje verder als Sambal bij. En daar heb ik toen een mooi versje op gemaakt. Als Sambal bij had hij veel Sambal bij. Maar de ene rap van die een Sambal bij sprong er niet uit een band, maar wel in de brand. Voor zijn werk en onze Jimmy iets mee banden. Hij werkt namelijk voor een bedrijf dat winkelwagentjes maakt. Voor Super de Boer, maar ook voor de Lidl en voor de Spar en voor de Albert Heijn en voor Super de Boer, maar ook voor de Lidl en voor de Spar
en voor de Albert Heijn en voor... En iedere keer dat ik die vanmiddag zo'n naam van zo'n winkel op zou noemen, mag ik dan morgen een grote zak snoep komen halen. Helemaal gratis. En volgens mij is het bij de snoep van de Noep ook voor zulke wagentjes van onze Jimmy. Maar onze Jimmy heeft wel een hele belangrijke job, hoor. Hij is namelijk een winkelwagentjes testen. En een van die testen die hij dan bijvoorbeeld doet, is een elan-test. Dan kijkt hij of je met je volkar een scherpe bocht kunt maken. Zonder dat die kan omvallen natuurlijk, want dan flikken al die boodschappen eruit te gaan kapot. Drijf strak je brood in een schuimende cola. Of zitten er spruitjes in een gele vlaag. Of zit er boter aan een playpapier. Dat wil het er wel manier. Maar hij doet ook andere testen nog, onze Jimmy. Een kopstaalbotsing bijvoorbeeld. Dan kijkt hij of die wagentjes wel goed in elkaar passen. Of er geen kind tussen blijft zitten. En soms moet hij in die winkel zelf gaan kijken. Want dat ken je zeker wel, hè? In geen een van die winkels rijden die wagentjes lekker. En dan let hij natuurlijk speciaal op die wieltjes van die wagentjes. Of ze niet uit de baan springen. Maar wat hij met dat nest in een van die winkels toch meemaakte, moest een bakkersleerling een verjaardagstaart mee hartelijk gefeliciteerd erop maken. Na 2 uur roept hij een bakker kwaad. Hé, hey, Jaatje, bijna nog niet klaar. Bijna, bakker, ik heb net een taart in de typemachine gekregen. Maar schil dat hij hem jam was. Schil. Hij kon in zijn rechteroog in zijn linkerbroekzak kijken. Na een tijdje loopt hij hard naar die bakker en zegt hij: bakker, iedereen naar binnen scheldt me uit voor schelen jam. Waarop die een bakker antwoordt: ach, trek het toen niet aan. Wat kan jou dan nou toch schelen, Jan? Weten jullie trouwens dat onze Jimmy ook in het eerst van Big Fruit heeft gevoetbald? Ze dachten namelijk dat hij net zo goed kon voetballen als zijn vader. Die heeft namelijk in het eerst van NAC gevoetbald. Nou is dat ook niet zo heel moeilijk, hoor. Maar met onze Jimmy werd het helemaal niks. Kon namelijk geen pot voetballen. En toen hebben ze maar voorzitter van Big Fruit gemaakt. Net als Henny Arnouds voorzitter is van de tennis en Frank Timmers van de bak. En nou is onze Jimmy van het jaar ook nog eens de prins van Boemeldonk geworden. Maar ik weet zeker dat onze Jimmy, ondanks zijn saaie jeugd, ervoor gaat zorgen dat wij de jaar met carnaval eens goed uit de baan gaan springen. Alle! Thank you.
hebben van dit verhaal een act gemaakt. Geef onze dansfamilietjes een daverend applaus.
grote woorden. Nee, niks is gelogen. Eén blik in jullie oog. Voor je het weet is de zadel uit de band gevlogen. Hier is Mick. Ga allemaal staan en geef hem een groot applaus. Nou, ik ga jullie vertellen hoe het vroeger bij ons thuis was. Toen ik geboren werd, was ik nog heel jong. Pa en mama waren nog thuis. We waren thuis dat gewoon. Het land was niet van ons, maar de aardappelen hadden we wel af. Bij ons thuis waren 20 kinderen. 10 jongens en 9 meisjes. Ons huis was zo klein dat we de plat moesten trappen. Ook was ons huis erg vuil, zelfs de muizen roepen overal. Vochtig was ons huis ook, omdat we last van muizen hadden. Mijn vader een muizenbal gezet. Maar de volgende morgen zou het toch weer een snoepbaan zijn. Kun je nagaan hoe vochtig ons huis was? We sliepen met z'n allen op één slaapkamer, mijn gasmaskers op. Omdat we maar één bed hadden, was het slapen erg moeilijk. Het eerste kind werd in bed gelegd en wanneer het sliep, werd er weer uitgehaald en rechtop tegen de muur gezet. Mama wakker worden kwam niet zo precies. Ze hebben wel eens 14 dagen laten staan, voordat ze het in de gaten kregen. Eén van mijn broers is erg klein. Zo klein dat hij als op de grond was spugen eerst een eindje omhoog moest springen. Moeder spoelde nooit de luiers uit, dat hoefde niet. We kregen melkpoeder, ze kon wel eens zo uitkloppen. Mijn vader kon niet goed horen, we hadden ze de oren aan het hoofd gegeten. Onze jongens heten allemaal Jan, behalve Kees, die heet Klaas. De jongste klaagde altijd voor buikpijn. Mijn moeder zei toch, ach jongen, wees toch blij dat ik een buik heb, anders viel ik de boterham zo in de broek. Mijn broer is inmiddels 59 jaar. Had 6 kunnen zijn, is hij al ziek geweest. Dan heb ik nog een zus die zo schil kijkt wat dan wanneer ze huilt strak. Dan heb ik nog een zus die zo schil kijkt dat wanneer ze huilt de tranen over de schouders liepen. Was ik al 6 jaar. Ik kon goed met de leraar opschieten, want ik mocht ieder jaar 2 keer doen. Terwijl de andere kinderen elk jaar een andere klas kwamen. De meneer vroeg een keer, als je bij de bakker 12 euro schuld hebt en bij de slager 4 en bij de groenteboer 9, hoeveel heb je dan? Ik zei, dat weet ik niet, want als ze zoveel schuld hebben, gaan we altijd verhuizen. Tenslotte nog kwijt. Toen onze Jaap van school kwam, moest hij van onze vader smid worden. De smid gaf hem een grote hamer en zei, als ik knik, moet je slaan. Tja, de smid heeft maar 1 keer geknikt. Tja, zo was het bij ons vroeger thuis. Geef ze een applaus.
Ik zie echt alles wat ik wil, ja toch. Een nieuwe zonder wil en wat. Ik zie de mappen zo goed. Oh, 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 oh. Ik zie echt alles wat ik wil, ja toch. Een nieuwe zonder wil. Ik zie precies jou wat ik zie nog. Mooie meiden aan het strand. Is het in met zonnebrand. Ik zie de wappen zo goed. Oh, 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 oh. Ik zie echt alles wat ik wil. Ja.